Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zit gezellig met de mama. Die al zat, moet ik blijven zitten? ik dacht, ik maak weer eens een vlog. We zijn relatief spontaan vandaag naar de Westfield Mall. Of de Netherlands. Of de Netherlands. De Mall of the Netherlands. Ja. Hè? Die zijn bij ons relatief in de buurt. En mama wilde graag kijken voor simpele t-shirts, dit soort shirtjes. En die heeft ze vaak van de New Yorker, dus daar wilde we langs. En je wilde kijken voor eventueel bij de Hunkemuller bij Haas. Ik wilde kijken bij Lush en bij Aerie. Want volgens mij hebben die vaak aanbiedingen deze tijd van het jaar op hun bralettes. En ik wil even kijken voor een paar boeken die ik had gepreorderd. Die vervolgens ineens 2-3 weken later komen. Dus wil ze gaan kijken of ze hier hiervan wel hebben. Ze ja, dan kan ik ze annuleren daar. Ja. Dus daar willen we niet meer gaan kijken. Wordt vast meer. Maar we gaan het zien. Mama zei al, we kunnen ook nog even Cotton Club in ofzo. Het is uitverkoop. En ik dacht, weet je, ik heb alweer een tijdje niet gevlogd. Dus wie weet is dat wel leuk. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. En ook nog met mama. Met mama. First of lunch. Heerlijke hoeveelheid nachos. Wel een beetje veel pepertjes naar ons smaak, maar goed. We hebben lekker hier zo bij de, hoe heet dit ook alweer? De Food Court. Het Food Theater, zo heet het volgens mij. We hebben lekker bij La Catrina, dus nachos, guac, jarritos en homemade ijs thee? Nee, dat is niet homemade, het is ijs thee. Ja, het zit wel met hun logootje, dus vandaar. Ik weet niet of het homemade is. In ieder geval ijs thee. Dus dit zitten wij lekker te eten. Uitzicht op een prachtige parkeerplaats. En dan kunnen we daarna lekker gaan shoppen. We zijn inmiddels bij Costes. En ik heb dus als eerste dit hele leuke giletje aan. Deze is in de sale, wel nog steeds 40. Dus ik vind het nog steeds niet heel goedkoop. Maar hij is wel echt heel cute. Ik had wel liever gehad dat zeg maar, dit zijn echt nu spiegelende stukjes. Ik had liever gehad dat die met goud waren. Maar ik vind hem verder echt heel cute. Zit ook mooi. Ik heb de XL. Even over nadenken, want ik vind 40 nog steeds veel. Maar hij is wel echt mooi. Als volgende deze top. Ik had hem ook nog in het geel, want ik wist niet zo goed of dit nou helemaal mijn kleur was. Is het ook niet helemaal, geloof ik. Maar nee, dit stuk zit relatief goed, zeg maar. Er zou nog wel wat meer in kunnen, maar niet dat ik denk, oh, een maat omlaag. En dit stuk is veel te groot. Dit is een XXL, dus dan zou ik hier een maat omlaag moeten, maar hier niet. Ik dacht nou juist van, oh, dit zijn leuke, simpele topjes die op alles kunnen qua broeken en rokken in de zomer. Maar nee, deze kleur is er dus ook nog. Zijn in de zilver 30, dacht ik. Maar nee, nee, dit is hem niet. We zijn inmiddels weer terug. Dit is mijn tas vol met spullen. Kijk trouwens even wat een fantastische tas ik tegenwoordig heb. maar ik dacht, als we nou even mama laten zien wat ze allemaal heeft gekocht. Ja, als jij het interessant vindt. Ja, want mama zei van, joh, met mama! En vervolgens zit ze niet meer in de vlog. Dus we gaan even mama in de vlog. Oké, okay. Nou, wat heb ik gekocht? Deze blouse onder andere. Ja, bij Cotton Club. Mm-hmm. Nice, toch? Ja, dit is echt zo'n mama blouse. En dan met een giletje erover is het al helemaal mama. We vonden het wel een beetje tegenvallen wat ze hadden hangen. Ja. Bij Costes vond ik het ook niet. Iets meer. Ja, ik heb uiteindelijk daar niks. Deze blouse van hem? Ja, die vond ik ook leuk. Maar die vind ik inderdaad voornamelijk met een giletje leuk. Ja. Denk ik. En daar komt ook deze trui vandaan. Dit was een dingetje waarvan ik dacht, ik vond hem heel leuk. Maar hij heeft lange mouwen. Kijk, ook echt met zo'n uitlopend mouw. Ja, dit is echt mama waarin mijn handen verdwijnen. En dat is meestal niet mama, maar ja. Ze kwam echt zo van, ik ga het maar gewoon proberen. Ik ga het lekker gek doen. Dus die had mama gekocht. Ja, allemaal in de uitverkoop. Want mama kwam voor simpele shirtjes. Ja, dat was even wat niet meer een dingetje. Ja. Ik kwam voor BH's. Ja. Ik heb één BH gekocht. Uiteindelijk dus bij Aerie, waar ik wilde kijken. Ik heb echt nog nooit gekocht, maar mooi BH. Hey, überhaupt, want jij ook volgens mij nog nooit daar geweest. We zijn wel geweest met mij, maar niet echt zelf gekeken. Maar, mooi dingetje. Ja, heel. Ik vind Aerie's dingen echt heel fijn. Alleen ze zijn redelijk prijzig, maar ze zijn op dit moment dus in de sale. Dus ze waren nu 24 of zo. Ja, deze was 24. En dat vind ik op zich. Ik was van 49. Ja, nee, daarom. Dat vind ik echt wel een stuk beter. En dus
twee simpele shirtjes van de New Yorker. De New Yorker haalde ik eigenlijk altijd een simpele shirtje, ja. Maar die hadden ze gewoon niet meer. Eigenlijk, dit is allemaal bijna allemaal Uitverkoop, ja. Uit de sale restjes heeft je het erin gehaald. Ja, zoiets. Nou ja, dit kleurtje zwart en een blauw. Ja. En we zaten al te kijken, ik zat al in de auto op de terugweg in haar nek te kijken en deze komt van de CNA. Dus eigenlijk moeten we maar gewoon nog een keer langs de CNA, zodat ze daar kan halen. Ja, dat is een lus geweest. Aha. Dus ik heb een Movis. Goed zo, mam. Ze zegt al dat het kloof is. Gezichtszeep. Dat is een gezichtsreiniger, ja. En ik heb een shampoo bar. Staat erop. En je hebt de Montalbano gehaald uiteindelijk. Ja, lekker ruiken. En ik kreeg een gezichtsmaskertje bij. De Mask of Magnanimity. Dus ik kan hem ook niet aan mij slijten, want dat ding ruikt echt zo heftig naar munt als je maar wil. Dus dat is mama er buit. Ja. Zal ik ook nog even laten zien wat ik dus allemaal heb geshopt. Deze tas had ik trouwens al. Die is van de webshop So Many Pages. Als die er nog is, zal ik hem even in de beschrijving linken. Maar ik heb hier nog een tasje van Aerie. Dus laat ik daarmee beginnen. Ik heb dus zelf, zoals ik al zei, ging ik voor bralettes kijken. En ik heb daar uiteindelijk deze prachtige bralette geshopt. Ik had hem ook al in een aanbeeld even kort laten zien in het pashoekje. Maar dit is echt een hele mooie, ja, bralette. Lekker brede sluiting op de achterkant. Hier tussen een soort mesh stukje. Ik hou gewoon echt van Aerie's bralettes. En deze was dus nu ook 24. Terwijl die was origineel 34. Dus dat valt op zich nog wel mee. Maar ik hou altijd van hun bralettes. Dus zodra er sale is, ben ik daar. Verder ging mama dus kijken voor simpele tops. En kwam ik ermee thuis. Ik vond namelijk dit modelletje top bij de New Yorker. Deze zijn ook van Amisu. Zijn echt €6 per stuk. En ze hebben zo'n hele mooie rechte halslijn, heel lekker zacht stofje, waarvan die ook aan de binnenkant dubbel gevoerd is bij de borst. Dus echt tot ongeveer hier zit er aan de binnenkant een dubbel stofje, waardoor ze 0,0 doorschijnen. Super lekker zacht. Ik heb de extra extra large van deze groene, van deze blauwe tint, van de zwarte. En omdat ze super stretchy zijn, heb ik ook nog een maatje kleiner geprobeerd van deze beige variant. Zat ook prima. Want echt, dit stofje, heerlijk. Dus daarvan heb ik er 4 gehaald voor €6 per stuk. En fun fact, ik ben dus echt zo iemand die eigenlijk nooit basics koopt. Omdat ik dat dan saai vind en zonde van mijn geld. Maar tegelijkertijd mis ik ze altijd. Dus toen ik deze ging passen en merkte hoe lekker het zit, dacht ik, ik sla gewoon gelijk maar 4 kleuren in. Dan haalde ik ook een paar dingen bij Lush. De backup van mijn voetcreme, de Repeat voetcreme. Ik heb het hier al zo vaak over gehad. En de nieuwe shampoo bar. Echt twee van mijn all-time favorite producten. Dus ik had ze allebei de laatste inmiddels in gebruik die ik had. Dus die heb ik ook gehaald. Gewoon als backup. Ik heb het er al zo vaak over gehad. Ik denk, ik ga er gewoon niet verder op in. En als laatste dus nog een paar boeken waar ik voor kwam. Ik had dus 2 boeken gepre-ordered via Bol. Die afgelopen dinsdag binnen moesten komen. Het is inmiddels vrijdag. En ik heb ze nog steeds niet in huis. Ik had al contact met ze opgenomen. En op de een of andere manier bij hun is de bestelling niet goed binnengekomen. Waardoor die boeken pas over 2 weken of zo bij mij zouden zijn. Dus toen dacht ik, ik annuleer ze daar en ik haal ze wel gewoon in de boekhandel. Als eerste is dat A Novel Love Story van Ashley Poston. En echt waar, ik heb dit boek dus al zo geluisterd. Het is dus een romance boek. Maar als je de boeken van Ashley Poston kent, ze heeft ook de 7-Year Slip geschreven. En The Dead Romantics onder andere. En dat waren voor mij allebei 4 sterren romance boeken. Die ook gewoon meer diepgang hebben en betekenis en karakterontwikkeling naast de romance. En dit boek, ik heb hem dus al geluisterd, want ik kon gewoon niet wachten omdat het zo'n anticipated read voor mij was. Ik heb hem dus al helemaal uit en dit is dus voor mij echt letterlijk een 5-sterren romance boek. Wat ik nooit van mijn leven had gedacht ooit te gaan zeggen over romance, want als je me langer volgt, ik ben geen romance liefhebber, maar echt waar. Dit boek, I teared up. Ik vind het echt fantastisch. Ik wilde hem gewoon heel graag ook alsnog fysiek in mijn kast hebben staan. Ondanks dat ik hem al heb gelezen, geluisterd dus. Misschien dat ik hem zelfs ooit wil annoteren. Want dit boek trok me echt terug in de tijd naar een periode in mijn leven die niet fantastisch was. Maar het gaf me zoveel emoties en zoveel, ja, aan de ene kant verdriet. Maar aan de andere kant dus ook heel veel, ja, warmte. Dat ik denk, oh, daar ben ik doorheen gekomen. Ik weet het, waarschijnlijk is dat niet voor iedereen hetzelfde effect. Want het was gewoon een specifiek iets wat bij mij echt heel erg triggerde. Maar dit boek, ga hem lezen als je van romance boeken houdt met meer diepgang. Want it's amazing.
Het tweede boek wat ik dus eigenlijk had gepre-orderd, maar nu dus ben gaan halen, is Sleep Like Death door Kaylin Byron. Dit is dus door dezelfde schrijfster als Cinderella is Dead en This Poison Heart. En dit zijn gewoon hele leuke young adult fantasy boeken, retellings, queer, person of color als hoofdpersonage. Het zijn dus vaak retellings. Nou, dit gaat dus echt een beetje over, hè, Sneeuwwitje. Maar dan dus een andere versie hiervan. Ik ben heel erg benieuwd. Deze. Die had ik dus eigenlijk ook gepre-orderd. Is ook net nieuw uit. Kijk, het zijn geen hele hoogstaande boeken, maar ik vind deze gewoon heel vermakelijk en leuk. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En dan als laatste, ik vind het echt heel goed voor mezelf dat ik maar één extra boek heb gehaald in verhouding met wat ik wilde halen. Dat is namelijk The Only One Left van Riley Sager. Ik wilde al een tijdje een Riley Sager boek oppakken. Het is een hele toffe thriller en ik hoor je hele goede verhalen over. Hij is ook nog eens super lekker floppy, dus mega veel zin om hierin te beginnen. Ik heb gewoon op het ene manier heel erg zin in thrillers. Ik ben de afgelopen tijd heel veel fantasy aan het lezen en heel veel boeken gelezen. Ook voor mijn laatste leesvlog waarin ik boeken buiten mijn comfortzone las. Dus ik heb gewoon heel erg zin om weer gewoon even een thriller in te duiken. Dus die heb ik nog gehaald. En dat was het. Dus mega blij met de dingen die ik heb gehaald. Het was niet heel erg veel. Niet extreem goed geslaagd. Maar wel gewoon alles wat ik wilde hebben, heb ik. Dus mega blij mee. En nou ga ik de rest van de avond denk ik lekker in mijn current boek duiken. Ik ben nu bezig in Trial of the Sun King. En dan neem ik jullie denk ik de rest van het weekend ook mee. Ik heb nog niet echt heel veel bijzondere plannen of zo. Maar dat had ik voor vandaag ook niet. Dus wie weet wat de tijd ons gaat brengen. Zaterdag en ik heb eigenlijk de hele dag lekker rustig aangedaan. Na gisteren dacht ik even lekker ontprikkelen. Dus ik ben vandaag lekker heel veel aan het lezen geweest in Fate of the Sun King. Ik was gisteren echt halverwege en ik heb hem vandaag uitgelezen. Ik word trouwens echt heel chagrijnig van hoe die afsluit. En ik moet zeggen, ik ben een beetje gemixt over dit boek. Ik had er hele hoge verwachtingen van na de eerste twee delen in december. Echt 4-5 sterren te hebben gegeven. En deze heeft mijn verwachtingen niet helemaal waargemaakt helaas. Maar goed, daar ga ik even niet te ver op in deze video. Dat zal ik wel vertellen in de wrap-up van april, mei, juni die er binnenkort aankomt. Deze komt net in juni uit. Dus ik dacht, ik ga vanavond verder in een volgend boek. Maar ik wilde eigenlijk eerst eventjes aan het werk. Klinkt misschien heel random op een zaterdagavond. Maar vanavond ben ik alleen thuis. Mijn moeder heeft vanavond volksdans. Dat doet ze meestal op maandag en op vrijdag. Maar er was vandaag op zaterdag een extra avond waar ze dus heen is. Dus ik heb lekker een hele lange avond. Het is inmiddels wel echt al 9 uur. Ik denk dat ik dit boek uit had rond 7:30, 8:00 of zo. Maar op de een of andere manier ben ik daarna ineens enorme hoofdpijn gaan ontwikkelen. En ik heb net echt ook, sorry, misschien een beetje TMI, maar echt een half uur op de wc gezeten omdat ik zo buikpijn had. Dus ik denk niet dat ik nog aan het werk ga. Ik wilde eigenlijk namelijk mijn administratie doen, want die heb ik de afgelopen week echt niet zo goed bijgehouden. En ik heb over ongeveer een week een afspraak met mijn boekhoudster. Dus het is wel fijn voor haar als ik alles ruim op tijd up-to-date heb, zodat ik het kan checken. Ik geloof dat mijn lichaam heel hard zegt dat ik dat dus niet moet doen vanavond. Dus ik denk dat ik boven op bed ga zitten met de kat gewoon alvast. Een nieuw boek uit ga zoeken of een luisterboek opzet of iets dergelijks. Pijnstiller erin neem en dan hoop ik dat ik gewoon na een nachtje slapen vannacht me morgen beter voel. Ik heb gelukkig niet zoveel plannen en afspraken en zo de komende week mocht het niet zo zijn. Maar ik hoop, het voelt wel alsof het snel weer wegtrekt. Dus pijnstillertje, luisterboek of gewoon boek en een kat op bed moet vast helpen en een goede nacht slaap. Het is inmiddels een aantal dagen later. Ze zijn hier in de buurt bezig met allemaal dingen snoeien en zo. Dus ik hoop dat je daar niet te veel last van hebt.
Maar goed, het is vandaag dinsdag. Ik heb afgelopen weekend uiteindelijk eigenlijk alleen maar gelezen. Dus vandaar dat je die er niet meer zoveel bij hebt gepakt. Voelde me gelukkig eigenlijk na een pijnster en alles best wel snel beter gelukkig. Zaterdagavond. Ik heb echt zondag flink uitgeslapen voor mijn doen. En daarna voelde ik me eigenlijk prima. En deze week zit ik ook eindelijk op werkvlak weer een beetje beter in mijn vel. Ik weet niet, de afgelopen tijd merk ik gewoon dat ik mentaal niet zo lekker ging. En daardoor ook op meerdere vlakken echt in een soort van freeze stand terecht kwam. Waarbij ik gewoon niks voor elkaar kreeg. Of juist overweldigd was door alles wat ik moest doen. Waardoor ik eigenlijk niet meer wist wat ik moest doen. Ook al maakte ik lijstjes of dingetjes of... Het wilde gewoon allemaal niet. Ik had echt een soort grote error in mijn hoofd. En ik merk dat ik deze week eindelijk een beetje lekkerder in mijn vel zit. En een beetje uit die freeze stand begin te komen. Ik heb eigenlijk een tactiek gebruikt van de basisschool. Ik bedacht me ineens de weektaak van vroeger. Waarbij je dan aan het begin van de week een week vol to-do's krijgt eigenlijk. En dan dus moest gaan indelen welke dag je wat ging doen. Dat was eigenlijk gewoon de kleuterversie van leren plannen. En eigenlijk zijn het gewoon to-do-lijstjes. Maar op de een of andere manier heb ik dus mijn taken allemaal neergezet over de dagen verspreid. En mezelf dus voorgehouden dat het een weektaak is. En ik was dus vroeger altijd met weektaken heel snel klaar. Ik was heel vaak dat je dan maandag tot en met vrijdag dingen had ingepland. En dat ik meestal op dinsdag of woensdag klaar was met alles. En dan had je dus die andere tijden... Gewoon tijd om te doen wat je wilde tijdens weektaaktijd. Dus daar doe ik me heel erg aan denken. Waardoor ik nu elke keer heel snel mijn to-do-lijst wil afwerken. Zodat ik daarna dus dingen mag doen waar ik zin in heb. Dus het is nu inderdaad 2:30. En ik heb mijn taken voor vandaag af. Behalve mijn bed opmaken. Maar hij is wel al helemaal gewassen. Alleen ligt Sinna op bed. En wil ik niet verstoren. Want het is echt buiten rot weer. Dus hij ligt al de hele dag binnen. En ik wil dus al een tijdje nieuwe planten gaan halen. Want... Deze plant, onder andere, is echt al een tijdje dat ik denk, het stelt niet zo heel veel meer voor. Tijdens mijn vakantie is ook hierachter deze plant gesneuveld. Die heeft de buurvrouw die er op het huis past en zo een beetje te veel water gegeven. En ik heb hier, dit is echt het meest bizarre, deze heeft dus ooit te veel water gekregen. Ook tijdens onze vakantie. En deze leeft dus nog steeds. Dat ik hem al maanden geen water geef. En die geen wortels heeft. Dat is heel bijzonder. Maar goed, ik heb dus voor dit potje eventueel dat ik een nieuwe wil. En ik heb nog een ander potje wat ook leeg is op het moment. En dus eventueel voor deze. En dus het plantje hierachter. Waarvoor ik denk van joh, misschien dat ik even naar het tuincentrum ga. Die zit hier echt vlak in de buurt. Ik dacht, dat ga ik even doen. Ik moet nog boodschappen halen, dus dan kan ik gelijk even langs het tuincentrum. En vandaag is de dag dat Reckless, deel 2 van Powerless, uitkomt. Die had ik opnieuw gepreorderd bij bol.com. En is opnieuw vandaag niet naar me onderweg. En ik heb ook weer niks gehoord. Ik word een beetje heel erg moe van pre-orders bij bol.com. Ik denk niet meer dat ik ze ga plaatsen, behalve bij e-books. En dat gaat wel goed. Het is misschien dat ik even langs de lokale boekhandel loop... Boekhandel, geen bloekhandel, een boekhandel. Het is trouwens weer duidelijk vliegtuigseizoen. Dus vandaar dat je dat de hele tijd hoort. Maar ja, ik denk dat ik daar even langs wil om te kijken of ze hem hebben. Mijn boekhandel heeft niet zoveel Engelstalig, dus ik weet het niet zo goed. Maar die zit toch naast de supermarkt zowat. Dus dat is de planning. Ik ga zo even, denk met de auto, want het is echt rot weer. En dan even kijken of ik dus plantjes kan halen. Of mijn boek kan scoren. En boodschappen voor vanavond. Ik zie dat ze deze, die ik dus op mijn kast achter mijn filmsetting zeg maar heb staan, dat ze die nog hebben. Het enige ding is, zou die dit keer wel overleven? Het is in ieder geval de naam, mocht je hem ook willen. Ja, het is wel leuk, want hij zou zo over de kast kunnen komen hangen. Maar ja, ik ben bang dat hij daar dus net even te weinig licht had. En dat is waarom die niet zo happy was. Deze gaat in ieder geval nieuw mee. Die had de buff dus per ongeluk verzopen. Maar daarvoor deed het heel goed. Het is een watermeloenachtige pannenkoekplant. Dus die kan ook met katten. En ik vind deze zo mooi. Voor mijn echt kleine potjes hebben ze degene die dus bij mij nog leeft zonder aarde. Maar ja, die leeft nog. Dus die ga ik gewoon lekker laten. Ik vind dit wel mooi, maar dat komt niet over het potje heen. En dit. Ligt het aan mij dat ik dit net droller vind? Dit is hoe het heet. Ik vind het echt... Een heel bijzonder ding. Maar goed, ik denk dus dat ik die ga laten zitten.
en alleen die meeneem. Maar wie weet verrast het nog. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb het bloedje heet. En ik heb dus uiteindelijk inderdaad maar één plant mee. Degene die ik jullie al liet zien. Deze beauty. De Watermelon Peperomia Argyrea. Dit is dus de plant die ik al had en die dus per ongeluk te veel water heeft gehad door de buf. Het gaat over het algemeen goed hoor. Ik heb toevallig een paar planten nu die echt van meerdere vakanties het gewoon toch helaas niet hebben overleefd. Maar de meeste planten overleven het wel. Deze had alleen helaas een nieuwe nodig en verder heb ik dus helaas niet zoveel andere kunnen vinden. Sorry opnieuw voor vliegtuigen. Maar wat ik wel nog vond is deze. Dit is zo'n kattenspeeltje waar je dus snoepjes of iets dergelijks in kan doen. Ze hebben een paar jaar terug in een kerstpakket dat ik kreeg van Elise deze gekregen. En die was kapot gegaan. Dus ik dacht, ik haal een nieuwe. Ik vind het heel erg leuk. We doen er dan geen snoepjes in, maar gewoon brokjes. Gezien Sinna's allergie. Maar alsnog vinden ze dit echt fantastisch. En dan voelt het alsof ze snoepjes krijgen. Dus die heb ik gehaald. En daarna ben ik doorgereden. Wat is er? Hey! Dag meisje. Hey! Er stond ineens iemand mouwend achter mij. Onze kleine meid komt blijkbaar net binnen wandelen. Ik heb de deur op de haak staan voor ze. Hé, lievertje, moest je even hallo zeggen. Zij speelt echt al de hele dag buiten. Ondanks het weer, dus dat is heel fijn. Wat wel minder fijn is, is dat ik gelijk een teken kon verwijderen. Die heeft ze blijkbaar ergens opgelopen. Ze zijn nog net geweest voor mijn entingen en we doen het altijd keurig qua het spul in hun nekjes en wormpilletjes en zo. Maar ja, zij zit gewoon de hele dag buiten. Dus dat scheelt. Dus nu ook met een muisje aan het spelen achter me. Ik heb het bloedje heet. Maar goed, Tsunkala afleiden. Wilde ik net gaan laten zien wat ik verder had gekocht. De boekhandel had helaas mijn boek niet. Ze hadden wel Powerful, dus de novella die tussen 1 en 2 in zit. Maar het tweede deel hadden ze helaas al niet. Dus hopelijk, als mijn moeder morgen boodschappen gaat doen ergens anders, kan ze hem daar misschien voor me vinden. En voor mijn moeder gesproken, er stond markt. Ik heb voor mama choco gember gehaald. Het is mama haar guilty pleasure. Al heb ik een beetje wat tegen dat woord. Dit vindt mama gewoon heel erg lekker. Maar de enige plek waar we het kunnen vinden is op de markt hier in het dorp. En gezien die vaak tot 4 staat en wij allebei gewoon fulltime werken, kunnen we het bijna nooit halen. Dus ik heb nu maar gewoon gelijk 400 gram voor haar gehaald. Leuke verrassing als ze vanavond thuis komt. En verder heb ik 2 pakketten van Knorr gehaald. Die waren in de aanbieding. Lasagnetten en de nacho overschotel. Die ga ik vandaag maken. Dus daarvoor heb ik ook kaas gehaald. Ik heb blauwe bessen gehaald voor het ontbijt. Die waren op. Ik heb gehakt gehaald. Ik heb tomatenblokjes gehaald. Ik heb ijsbergsla gehaald. Ik heb een groene paprika gehaald. En ik heb voor mezelf, want die was bijna op, ijskoffie gehaald. Dit vind ik echt zo'n lekkere, makkelijke manier van ijskoffie. Dit is dus ijskoffie macchiato karamel smaak. Die zet je gewoon in de koelkast. En that's it. Dat is ijskoffie. Hoef je niet moeilijk te doen met hoeveelheden en dingetjes. Dus ik haal deze best wel regelmatig. En dat is wat ik allemaal heb gehaald. Ik dacht nog heel satisfying een hele haul te doen aan allemaal leuke plantjes die ik zou hebben gehaald. Maar het is op die ene gebleven. Dus die ga ik gewoon vervangen voor de watermelon bladibladibla die er al was. Die dus zo goed als dood is. Ik denk dat ik de vlog ook hierbij ga laten. Ik ga namelijk verder vanavond denk ik op koken na letterlijk alleen maar lezen. Ik ben op dit moment bezig met de housemaids watching. Ik ben gisteren begonnen, ben al bijna op de helft. Ga hem denk ik vandaag wel uitlezen. Maar ja, dit was dus de vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond om te zien. Ik krijg heel veel vragen naar meer vlogs. Dus dacht ik probeer weer eens gewoon om een paar leuke dingetjes te filmen. Ik had toevallig wat dingen om te doen, dus het scheelt ook. De meeste dagen zat ik namelijk letterlijk achter mijn laptop of voor mijn camera of in mijn neus in een boek. Dus dat is meestal niet zo heel boeiend om te filmen, behalve dan leesvlogs. Dus laat me vooral weten wat voor soort vlogs je graag van me wil zien. Misschien dat ik ook wel een keer weer een dag werkdagje in mijn leven kan vloggen bijvoorbeeld. Of zoiets dergelijks. Ik probeer ook weer wat leuke plannen met vriendinnen te maken de komende tijd. Dus wie weet kan ik dan ook jullie wel weer meenemen. Maar voor nu was dit het. Ik hoop dat je de video weer leuk vond om te zien. Als dat zo was, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren en op het belletje te klikken. Allemaal helemaal gratis. Help je mij heel erg mee. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Doei doei!